Voorzitter, dames en heren. Ik ben blij dat ik er vandaag ben. Ik was ook aanwezig bij de opening van de eerste kringloopwinkel in Antwerpen. Dat ziet u aan mijn trekken waarschijnlijk wel. En de evolutie gaat verder. Die eerste winkel had enkel een tewerkstelling als doelstelling. Ecologie kwam er niet eens voor. Zeker niet als belangstelling van de initiatiefnemers. Het was een periode van hoge werkloosheid en wij richtten ons toen tot langdurig werklozen. Sociale economie heeft namelijk tot doel mensen integreren via arbeid. Proberen werk te vinden, werk zoeken, werk maken. En werk maken is natuurlijk niet zo moeilijk, werk is er genoeg aan. Jobs maken. Dat werk vertalen in jobs. En mensen daarvoor beschikbaar te houden. Dat is eigenlijk de missie van sociale economie. Arbeid creëren. En dat is al een eerste fout. Wij gebruiken het woordje arbeid nog altijd, zoals we dat al 150 jaar doen, in een bepaalde betekenis. Ik ga daar niet verder op in. Maar 200, 300, 400 jaar geleden had arbeid een volledig andere inhoud. Veel breder. Arbeid betekende eigenlijk nuttig zijn voor iemand anders. Een nuttige bezigheid. En het uitgangspunt van de sociale economie was toen heel eenvoudig. Iedereen kan iets. Iedereen kan iets. Het komt erop aan om het te vinden, te ontwikkelen, het een talent te noemen. En het tweede uitgangspunt was, met dat iets dat je bij iedereen vindt, daar is een behoefte voor op de markt. Sociale economie. Iedereen inschakelen, iedereen integreren en nuttig maken voor de samenleving. Ik vind eigenlijk dat iedereen zou moeten werken. Werken in de nieuwe zin van het woord. Iedere mens, iedere burger heeft eigenlijk een dubbele taak. Aan de ene kant moet je zorgen voor je eigen nest. Kinderen, huis, echtgenoot. En daarnaast heeft iedereen de plicht om iets te doen voor de samenleving. Laat het duidelijk zijn, ik ben tegen een gewaarborgd inkomen voor iedereen. Dat is heel gemakkelijk. Hè? Iedereen 1800, 1500 euro per maand geven en zeggen, hier is het geld. Ik wens u zo weinig mogelijk te zien. Trek uw plan. Je hebt een basisinkomen. En voor de rest heb je niet nodig. Een slechtere boodschap kunt gaan we iemand niet meegeven. Je bent nutteloos. Je bent een consument. Punt. Ik vind dat iedereen de plicht heeft om een soort werk te doen. Ik noem dat dan, of wij noemen dat in de academische wereld. Agorale arbeid. Hè? Arbeid op de markt. Je hebt er niet agorale arbeid. Wij gaan huis groter houden. En dan heb je agorale arbeid. De arbeid die je doet op vraag van iemand anders. In een soort ruilpositie. In ruil voor een inkomen of voor iets anders. Voor een andere dienstverlening bijvoorbeeld. Sociale economie heeft tot taak om iedereen in te schakelen. En 20, 25 jaar geleden nu hadden wij de eerste kringloopwinkel in Antwerpen hier opgestart. Voor langdurig werklozen, mensen die meer dan 5 jaar op hun top zaten. Allemaal echte, tussenhartjes, Antwerpenaren. 20 jaar later waren er allemaal nieuwkomers. Onze doelgroep is helemaal veranderd. Dat zult je vandaag ook wel zien. De doelgroep is mensen die uitgeschakeld worden in de samenleving. Terug in te schakelen. Dit is de taak van sociale economie. Mensen inschakelen. Ik gebruik het woord armoede niet zo graag. Armoede is alleen een kwestie van geld. Moest armoede alleen een kwestie van geld zijn, was dat lang opgelost in onze samenleving. Maar mensen integreren, mensen inschakelen, mensen een job geven, een functie geven, een roeping meegeven, is veel moeilijker. Dat kost ook geld natuurlijk, maar het is veel moeilijker om te realiseren. Iedereen mee aan boord. Dat is
Vlaanderen zegt dat we een werkzaamheidsgraad moeten halen van 76% hè, tegen het jaar 2020. Dat staat in vele plannen en programma's. Dat kan men niet zonder sociale economie. Hè. Wij zullen iedereen moeten meenemen op de arbeidsmarkt. En dat zal moeten groeien van onderuit, ook al dat is een paar keer gezegd. Hè. Plaatselijke, lokale initiatieven. Geen grote tewerkstellingsplannen hebben die veel. Maar plaatselijke initiatieven. Iedereen elkaar helpen. Is dat een plicht? Ja. Is arbeid ook een recht? Ja. Iedereen heeft recht op arbeid. Dat staat niet alleen in onze grondwet. Maar iedereen heeft recht op werk. Als ik dat vandaag zeg, dan klinkt dat een beetje ongeloofwaardig. Hè? Maar had ik 100 jaar geleden verteld dat iedereen recht op inkomen had? En je kunt naar de rechtbank gaan en zeggen, ik heb niks, hè? Leef gewoon. En als je aan de voorwaarden voldoet, zult je inkomen krijgen. Eigenlijk zijn we nu toe aan een recht op arbeid. Ik dacht dat de rechtbank kunt stappen, positief rechtelijk afdwingbaar. Naar de rechter kunt zeggen en kunt gaan en zeggen, ik wil een job. Geef mij een bezigheid. Afdwingbaar. We staan daar eigenlijk niet zo ver meer van. Als ik dat op heel lange termijn bekijk, en dit is een klein lokaal initiatief, maar dat past natuurlijk in een globaal verhaal. 150 jaar geleden, eerst al van de 19e eeuw, ontwikkelde men in onze landen, West-Europa, het recht op verzekeringen. Je hebt het recht om je te verzekeren. Dat was toen bijna onaanvaardbaar. En dan net de hoogkant is opgegooid. De katholieke kerk was daar toen op tegen, hè? Dat mensen zich verzekerden. Een verzekering afsluiten, dat was eigenlijk een soort opstand tegen Gods wil. Hè? Het plan dat God voor u opzij gelegd had, niet aanvaarden. Dat probeert je met de verzekering natuurlijk toch omzeilen. Hè? En de tegenstand van vooral protestantse. Er zijn vandaag nog altijd protestantse groepen die geen verzekering en geen inenting mogen nemen enzovoort. Het plan dat God voor u heeft klaargelegd, niet accepteren. Dat was een echte revolutie in de eerste helft van de 19e eeuw, dat mensen zich konden verzekeren. Dat waren uitzonderingen op doen. Maar we hebben private verzekeringen ontwikkeld. Mensen konden zich verzekeren tegen ongevallen en reizen. En meer dan 50 jaar later was er een tweede evolutie, het recht op sociale verzekeringen. Sociale verzekeringen, wat betekent dat? Dat betekent dat mensen die zich niet konden verzekeren, omdat ze de premies niet konden betalen, zich ook verzekerden. En iemand anders betaalde de premie, de werkgever. Het recht op sociale verzekeringen. Ook dat is een ideologische kwestie geweest. En toen is er ook een cyclus geweest, waar de legisme aanloopt, waar de paus gericht heeft. Dat moet ook kunnen, hè? Wij verdedigen dat ook. Sociale verzekeringen. Private verzekeringen, sociale verzekeringen. En de derde stap in onze welvaartsstaat was het recht op een inkomen, waar ik het juist over had. Recht op inkomen. Iedereen. Een som geld. In functie van wat er gebeurd is, soms meer, soms weinig. Gepensioneerden. En als je niks hebt, leefloon, als CNW, weet ik veel. Maar iedereen krijgt een beschikbare som. Ook dat was een revolutie. Private verzekeringen, sociale verzekeringen, inkomensrechten. Vandaag, dames en heren, werken wij aan de vierde trap van de raket. Het recht op een job. En heel de discussie die vandaag plaatsvindt is, hoe gaat die vierde trap eruit zien? Gaat dat een recht op een job zijn? Of stoppen we
Europese wetgevingen zullen hebben die het mogelijk maakt van alle burgers om naar de rechtbank te trekken en te zeggen: ik wil een job. En als je geen job hebt, dan wil ik tenminste een opleiding die lijkt naar een job. Het talent van iedereen ontwikkelen. De voor- en nadelen van werk, werkbaar werk, een afgrijzelijke term, werkbaar werk. Zoiets gelijk eetbaar eten. Spreek hetzelfde, hè? Ik pleit ervoor om de term gezond werk. Iedereen heeft werk nodig. Gewoon voor zichzelf al. De bezigheid, de ontwikkeling, de zingeving. Recht op gezond werk. Werk is een soort vitamine, hè? Je moet er niet te veel van pakken, dat is ook niet goed. Hè? Maar je moet er wel iets van hebben. Hè? We gaan, dames en heren, dankzij dat kleine initiatiefje, maar belangrijke stap, wat we ook vandaag meemaken, werken wij samen aan een nieuwe sociale